Hallo allemaal, ik ben Joinjo en welkom bij de twaalfde etappe van de Giro d'Italia. Vandaag van Cuneo naar Pinerolo en eindelijk moet er geklommen worden in deze Giro. Ja, met uitzondering dan van die t-tred van afgelopen zondag natuurlijk. Maar nu wordt echt wel geklommen. Een klem van eerste categorie in de finale. Wel niet aan de finish. Dus eh, waarschijnlijk zal er we wel een groepje sprinten voor de zege. Maar we zullen wel moeten opletten met Primos Roglic dat we Dumoulin of de andere favorieten niet laten rijden natuurlijk. Vind je deze serie leuk? zeker niet om te geven. ben je ook nog niet geabonneerd? Klik dan ook zeker op die rode knop. We zijn meteen in de aanval getrokken met twee renners. De plus was meteen al mee in het eerste deel van de kop-up. Dan zijn er een vijftal renners komen aansluiten en daar zat ook Koen Bouwman bij. Dus we zitten momenteel met twee renners. Maar wel de inspanning een beetje verklaren. Want het lijkt erop dat het peloton ons niet laat treden. Het is de volledige ploeg van Androni die hier aan kop aangetreden is. Waarom weet ik niet meteen, maar uh, ja, als ze ons niet laten reden, ja, dan gaan we geen verder inspanningen doen, want dan heeft het niet echt heel veel nut om uh, veel te veel krachten te verbruiken, zeker niet met de plus. Ik had de hoop dat we makkelijk in de koploop zouden raken en dan uh, de punten konden pakken op de beklemming van de eerste categorie, maar als het peloton zo dicht blijft, zal het moeilijk worden. We kunnen natuurlijk wel de punten pakken. Op die kol van eerste, of ja, die kol de, de beklemming van eerste categorie. En uh, we gaan dat dan ook proberen. En gelukkig hebben we hier nu twee renners bij. Dat uh, maakt het iets makkelijker. Kunnen we iets meer ons tempo omhoog doen. En we gaan kijken of het zal lukken. Het zijn drie punten die eerst te verdienen vallen, natuurlijk. En uh, ja, we staan natuurlijk vrij genoeg voor als we het klassement even snel erbij pakken. We staan 26 punten voor, dus dat is meer dan voldoende. Nog anderhalve kilometer, dus mag Bouwman versnellen. En hier loopt het stil bij Hop. Dus gaan we nu naar 99. En uh, we gaan gewoon de plus ook op 99 zetten, dat hij de sprint kan doen. Hij is een normaal een van de betere klimmers, maar Sparagli is natuurlijk een betere sprinter. Gaan we het halen of niet? Ik denk het niet. Nee, nee, we worden pas tweede. Maar dat, of eerste, eh, uh, de derde bedoel ik. Want we hebben maar één puntje gekregen, zo te zien. Gasparotto was onze blijkbaar ook nog voor, dat is jammer. Maar we hebben toch één puntje gehaald. Dat kan misschien nog belangrijk worden. En door ons tempo is... De kloof met het peloton nu wel vergroot, zo te zien na 1 minuut 40. Dus misschien gaan we nog, toch nog ruimte krijgen en kunnen we op die laatste beklimming van eerste categorie ook de punten pakken. De kloof tussen de kopgroep en het peloton is nog altijd rond de 2 minuten en uh, we zijn nu op 42 kilometer van de aankomst en we gaan bijna beginnen aan die laatste beklimming of ja tot de laatste beklimming waar je punten zijn, want aan de finish of net voor de finish is er ook nog een kleine beklemming, Maar hier zitten we dus nog met de koproep. En daarin zitten Gasparotto, Narvaez, Hansen, Santa Romita, Rota, Sbaragli en Genau. En natuurlijk onze renners Koen Bouwman en Laurens de Plus. En we gaan proberen om op de klim zelf het tempo hoog te leggen. Zodat de Plus, de plus nog de punten kan pakken. Want er zijn een heleboel punten te verdienen, 32 punten als je als eerste boven komt. Nog ruim 5 kilometer te gaan tot de top. En eh, ja, we proberen de koproep een beetje voor het peloton uit te laten rijden. Maar eh, het is Dumoulin die aan het versnellen is, dus eigenlijk moeten we mee. Vooraan zijn wij ook nog tempo aan het voeren. Enkel Hansen is nog mee, toch wel verrassend. Dus gaan we hier ook een klein beetje vertragen. En kijken waar Koes zet en Doemelet, want we moeten natuurlijk mee. En we gaan toch wel moeten versnellen hier. Want uh, Doemelet mag natuurlijk niet wegrijden. En daar is het Hansen, die al is moeten lossen, waarschijnlijk. Nog 3,5 kilometer te gaan. En ik denk wel dat de plus misschien wel nog de punten kan pakken. Even kijken: Bouwman zit hier op 2,8 kilometer. Of ja, 2,8, ja, dat was het. En we zetten hier nog altijd voor. En ja, we moeten met kussen natuurlijk geen hoog tempo rijden. Ik denk wel dat de punten binnen zijn voor de plus. En dat is meteen een boost voor het bergklassement natuurlijk. Want uh, ze zijn toch wel redelijk vijf voor dan. We gaan kijken, nog altijd 1 minuut 20. Ja, dat zal, dat zal wel goed komen. Bouwman eind de krachten, gaan we nog wat verder met uh, de plus Hopelijk gaat hij het wel halen. Maar ik vermoed het wel. Nog 1,4 kilometer. Even kijken. Ze komen nog niet meteen opzetten. En uh, gaat het lukken? Ja, ik denk het wel. Nog 1 kilometer. Ze komen wel iets dichter. En uh, we gaan ook tolhoek hier tempo laten maken. Want kus is ook bijna 1 de krachten. aan, Lorenz de Plus. Dat moet wel lukken. De hele balk is wel bijna op. Maar met Roglic komen we niet in de problemen. En dat is natuurlijk goed. De rode balk van de plus bijna helemaal leeg. Maar geen enkel probleem. We hebben de punten. En we staan nu wel redelijk ver voor in dat bergklassement natuurlijk. Dat was natuurlijk het voornaamste doel om in deze aanval te zetten En nu komt Bouwman ook nog terecht in de groep met Roglic. En dat is gewoon perfect. En we gaan uh, de plus eventjes in de afdaling laten uitrusten. En dan gaan we zien of we kunnen doorgaan of niet. Voor die 7 misschien. Zou natuurlijk ook leuk zijn. En uh, we moeten hier geen tempo maken. Gewoon opletten dat hij hier niet gevallen wordt. En dan zijn we tevreden. Even kijken wie er ook gelost zijn. Amador, Zakarin, Kayapas. Toch grote namen. Of ja, namen die kunnen meespelen in de top van het klassement. Maar verder niet. Echt, jeet, set hier. Simon Yates, zo ver achter. Oké, okay, dat is een verrassing. Pozo Vivo zet hier ook, maar voor de rest denk ik niet dat er nog veel grote namen zullen zitten. We zitten 50 seconden voor met de plus. En eens kijken of er hier gereden wordt. Het is Caruso die rustig rijdt, maar we gaan dan maar wat tempo maken. Het is maar 18 kilometer meer. En uh, daar komt een aanval en wie gaan we meesturen? We gaan gewoon Bouwman opnieuw meesturen. Maar Bouwman kan niet reageren om een of andere reden. Of is het geen aanval, is het gewoon tempo reden, Dat kan natuurlijk ook. Zet hier nog een dus rennig Nee, dus ik weet echt niet waarom die tempo aan het treden is. En de 80 is een veel te hoge inspanning, dat zal niet lukken. De hele balk gaat iets te snel naar beneden. Dan gaan we maar verder A70. En ik vermoed niet dat de plus het zal volhouden. Want er is natuurlijk ook nog dat klemmetje die hier zit aan te komen. Dus uh, ja, we zullen het wel zien. We zullen hem eventjes op 70 laten staan en zien wat er gebeurt. Er gebeurt niet te veel in de achtervolging. Maar uh, ja, de plus is wel in de krachten bijna. Dus uh, gaat hij toch nog ingelopen worden, denk ik. Maar wel nog zijn energie zal gebruiken. En ondertussen een treintje maken voor Roglic. Of ja, een treintje is niet echt nodig. Honden in het wiel van Tolhoek dat is meer dan voldoende, want we gaan misschien de rit nog kunnen winnen, het gaat hier nog bij op, dus de plus zal sowieso stil vallen. en we gaan toch wel wat meer moeten versnellen, dat Roglic hier goed mee is, het is redelijk stil zo te zien, ja, en ja, de plus is helemaal ten einde krachten, en de tolhoek is die nu aan het wegrijden, dat zou wel eens kunnen gaat Tolhoek deze etappe winnen. Dat zou pas een verrassing zijn. Jawel, Tolhoek wint de volgende etappe. Spijt van de bonificaties wel, maar ik denk, hoop tenminste dat Nibali het niet zal halen. En hij doet het. Nee, hij doet het niet, dus dat is perfect. dat is Formulo 2 wordt werkt Land derde, maar Tolhoek wint de etappe. Dat had ik niet meteen zien aankomen. En de plus eindigt hier ook gewoon nog in de groep. En ook Bouwman en Koes zit hier. Dus we zetten gewoon met 5 renners in de top 18. Dus echt wel een heel goede teamprestatie van Jumbo Visma. grootste verliezer van de dag is in principe Simon Aids. Maar hij beperkt toch nog het verschil tot 1 minuut 36. Maar dat wil zeggen dat hij nog verder zal achterstaan, natuurlijk. Staat nu 9e op bijna 5 minuten. En uh, ja, tussen Dumoulin en Roglic is er niets veranderd, nog altijd een kloof van 29 seconden. Het puntenklassement is nog altijd in het voordeel van Calipio met 1 puntje. En dan in het bestklassement staan we met 4 renners in de top 5. En uh, Lorenzo Plus heeft al een voorsprong van 50 punten op Koen Bouwman. Maar ja, uh, wij gaan hem natuurlijk zelf niet bedreigen. Dus uh, eigenlijk is de eerste... Concurrent Bob Jongels, en dat is al een verschil van 55 punten. En Jongels is ook klassementsrenner, dus die zal ook wel niet mee mogen in de vroege ontsnappingen. Dus kunnen we misschien in de volgende etappe nog verder uitlopen. Het jongerenklassement blijft voor Miguel Angel Lopez. En het ploegenklassement is nog altijd in ons voordeel. Als we dan eens gaan kijken naar de etappe van morgen, en dat is van Pinerolo naar Serie Solo en dat is de eerste echte aankomst bij Hop. Dus daar zullen we getest worden door Tom Doemelen. En hopelijk kunnen we dan stand houden, of eventueel zelf nog onze voorsprong uitbreiden. Bedankt voor het kijken en tot morgen. Dag.